Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it. Het is vandaag vrijdag 4 januari. Ik weet dat ik deze week niks heb gefilmd. Excuse me, maar zoals ik al zei in vorige video's, I'm so busy en vloggen komt nu echt even op de laatste plaats. Maar er gaat binnenkort wel veranderingen komen, want het begint een beetje rustiger te worden. Dit weekend is het Niels zijn verjaardagsweekend. As you can see, het is hier een ballonnenfestijn in de living. Ik ben wat versiering aan het maken. Niels is natuurlijk een man, dus die hoeft niet gigantisch veel versiering te hebben. Maar ik vond toch wel dat ik een beetje moest versieren. Dus dat ga ik ook doen. Die verjaart op maandag de 7e. Dus als deze vlog online komt, dan verjaart Niels ook. En ja, we hebben gewoon een heel verjaardagsweekend. Straks komen er een deel van zijn vrienden buiten, want er zijn nog altijd regels natuurlijk met corona. Dus straks zijn ze met 9 en morgen zijn we met 8, denk ik. Dus gelukkig is het mooi weer, wordt het ook mooi weer, blijft het mooi weer. Dus dan kunnen we alles buiten doen. En dan zondag rond de namiddag vertrekken we naar Mechelen. Want ik heb daar een hotel geboekt, zo in een kerk. Echt wel een chic, zot hotel. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En dan komen we maandagavond terug. En dan komen nog zijn ouders en misschien mijn ouders iets drinken voor zijn verjaardag. Maar voor nu, het is 10 uur 's ochtends. En ik ga verder met de ballonnen. Alles is trouwens van Shein, maar dan ook echt effectief alles. Ik heb zo'n ballonnen staander. En dan ballonnen, een zwarte 3-0. Zo van die ballonnen met confetti in het zwart en in het wit. En dan heb ik nog zo van die game console ballonnen. En dan heb ik nog zo'n Jack Daniels flesachtig om zo'n toren van te maken. Het is ondertussen 12:30, maar ik ben eindelijk klaar. Het was meer werk dan ik had gedacht. Hier hangt deze ballon. Dan hebben we hier de toren. Deze duurde echt zo lang om te maken. Shit man. Echt wat een gedoe. En er staat trouwens op Happy Birthday. Aged to perfection. Dan hebben we hier dit. De ballonnenstaanders. De zwarte 30. Ja, je ziet het nu niet zo heel goed. En hier heb ik zo wat gaming ballonnen. Ik ben nog altijd in mijn pyjama. Maar nu ga ik even middag eten, want ik heb honger. En dan ga ik naar de brouwer. Naar de winkel. Donuts halen ook nog. Dus zal nog even wat werk worden voor Niels thuis. Dus Niels is er normaal rond 3 uur. Dus ça va. Wel nog tijd natuurlijk. Het is middag en ik ga soep eten. Ik had gisteren deze gemaakt van HelloFresh. Dat is zoete aardappelsoep met paprika en bonen. En echt zo lekker. Echt. Zien het bijna Vaderdag is, wou ik ook heel graag een cadeautip met jullie delen. En niet alleen per se voor Vaderdag, maar iets wat altijd gewoon kan. En wat ik top vind om als cadeau te geven aan iemand. Zelfs heb je een vriendin die pas bevallen is, een mama is, dan is dit een top cadeau. Gewoon een vriendin die verjaart of voor uw mama, uw papa in mijn geval, echt een super tof cadeau, is van Le Olive. En dat is deze badjas. Jullie weten, ik ga hem eerst zo even laten zien. Mooi. Zwart met een gouden letters Peter. Dat is de naam van mijn papa. En zoals ik wou zeggen, jullie weten dat Niels en ik beide de beige zachte badjas hebben. Met onze naam ervan achterop en onze initialen van voor. Ik zelf heb ook nog een gouden kimono die ik nu meer draag in de zomer. Want de beige is nu, ja, we zitten buiten met 28 graden, is nu even iets te warm.
Maar die is wel heel fijn als het onder de 20 graden is terug. En gewoon het allerleukste hieraan vind ik dat je dat allemaal kunt personaliseren. Dus ik heb voor Vaderdag voor mijn papa een badjas laten maken. Ik had hem al open gedaan. Ze zijn normaal echt super mooi gewrapped, de dozen. Met een super mooie strik en alles. Echt, doet helemaal aan de verwachtingen. Het is echt prachtig. Als je het aankrijgt, denk je gewoon al, wauw, hoe mooi. En dan wil je het al niet open doen. Maar ik wou het wel open doen, want ik was super benieuwd. En dit is dus de badjas voor mijn papa. Ik heb een medium large genomen. En die ziet er zo uit. Hier zijn ook zijn... Ah, zijn volledige naam, dat is waar. Want ik dacht, ik heb zijn initiaal hierop gezet. Maar ik heb gekozen voor zijn volledige naam hier ook van voor te zetten. Dus hier staat ook Peter. En ik weet dat mijn papa dat gewoon geweldig gaat vinden. Mijn papa heeft al een paar keren gezegd tegen Niels. Oh, altijd met uw badjas. Zo, toen het nog iets frisser weer was. En wij zitten hier dan s'avonds in onze badjas. Super cozy en super zacht. En dan zei hij, oh, altijd in uw badjas, ik ben jaloers, dat ziet er zo gezellig uit en zo lekker warm. Dus, nu gaat hij er zelf een hebben. En ik ben er echt zeker van dat hij dat zo leuk gaat vinden. Mijn ouders gaan trouwens ook heel vaak naar de wellness. Zo privé wellness en zo. En dat is ook wel iets heel tof om dan te hebben. Ik heb mijn mama bij moederdag ook eentje cadeau gedaan. Een roze met een donkerroze haarnaam, Mirjam, erop. En ja, ik weet gewoon, als die samen naar de wellness gaan gaan, dat ze dan allebei in een super zachte en soft mooie badjas gaan zitten. Dus ik ben echt benieuwd om het te zien. Oei, nu moet ik dat zelfs wel mooi terug in dat pakje krijgen, want dat was zo mooi opgeplooid. Maar je kunt dus echt ook voor, ja, voor kindjes zelfs en alles, want dat vind ik ook wel heel tof. Ik denk, als een van mijn vriendinnen, bijvoorbeeld Charlotte, moet bijna bevallen. Ja, Celine in oktober. En ik heb nog een vriendinnetje, Sanne, die in augustus moet bevallen. Dat ik dan ook zo een gepersonaliseerde kleine badjas ga laten maken voor die kindjes. Wat super tof is. Ze hebben echt van kimono's, badjassen tot pyjama's, alles. Ik heb ook een pyjamaatje trouwens met mijn naam erop, wat ook heel schattig is. En ik heb vandaag voor jullie een kortingscode, wat super, super leuk is. Ik ben heel blij dat ik deze kortingscode ook met jullie mag delen. En mijn kortingscode is Thalissa, Griekse IT van YouTube. Dus Thalissa, Griekse IT. 10. Maar ik zal hier de kortingscode ook nog zetten en onder in de beschrijving zal ik hem ook zetten met een direct linkje, zodat jullie alles kunnen terugvinden. Het is gewoon echt iets super leuk om te hebben. Ik zeg het, Niels en ik, wij dragen onze badjassen echt heel veel. Nu draag ik altijd mijn kimono, omdat dat gewoon iets frisser is. Maar ja, we houden gewoon echt van onze badjassen. En we voelen ons dan ook altijd zo cool. Met onze naam erop zo. En zo fijn. En die zijn super zacht. Dus dat is echt wel heel fijn. En mijn papa gaat ook echt heel blij zijn daarmee. Sowieso. Dus als jullie graag korting willen en ook zoiets willen bestellen voor jullie papa of eender wie, voor jezelf. Mag ook, want treat yourself, girl. Heel belangrijk. Dan nog eens mijn kortingscode onder in de beschrijving. En dan shop till you drop, zou ik zeggen. Echt, ze hebben zoveel leuke dingen. En dan gaan we nu verder met de rest van de vlog. Ik zweet. Oh, het is zo warm. Ik ben naar de brouwer geweest. Daar sta ik nu nog. Hier ga ik vertrekken. En naar de spar bij ons. Die is trouwens echt helemaal vernieuwd. En het is echt een hele aangename, propere winkel geworden. Ik hoop dat jullie mij horen weer met de blazers. Het is echt warm. Shit, man. Maar ik heb 3 bakken bier meegenomen voor vandaag en morgen. We hebben er wel nog 1 thuis, dus dan zal er wel zeker toekomen. 2 pakken water, 2 pakken cola, iced tea pak, kava, wijn. Dus
Ik heb zwaar gesleurd. Daarom heb ik het ook zo warm, denk ik. Ik ga nu nog heel even naar mijn ouders. Om 3:15 komen, 4:15 bedoel ik, komen ze donuts brengen. Dus dat is binnen een uur en een kwartier. Ik ga heel snel naar mijn ouders, daar was een pakje aangekomen, dus dat ga ik ophalen. En dan ga ik terug naar huis, want over een half uur zal Niels ook wel thuis zijn. Dus het is good timing dan, hè. Amai. Ik heb ook, want straks ben ik er niet, ik ga straks eten met vriendinnen en de vrouwen van de mannen die naar Niels' feestje komen. Dus het is echt mannenavondfeestje vanavond. Ik hoop dat ze niet het varken gaan uithangen en het huis een beetje fatsoenlijk laten. Maar ja, dat zal wel. Ze zijn bijna allemaal 30, maar mannen, you never know, hè. En ik ga dan met de vrouwen daarvan eten. Deze avond is trouwens de eerste keer dat ik ga eten op restaurant. Want ik ben gewoon door de drukte nog niet op restaurant kunnen gaan. Ik moet zelfs ook als ik thuis ben nog wat werk doen. Eerst en dan alles van snacks en chips en zo nog allemaal klaarzetten voor de mannen. En 8:15 dan. Niels' feestje met de mannen begint om 7:00. En om 8:15 komen ze pizza's brengen. Pizza's en zo van die buckets met chicken wings en al die toestanden. Dus ik hoop dat hij dat leuk gaat vinden, maar ik denk het wel. Oké, ik ga even rijden en even afkoelen in de auto. Ik ben ondertussen terug thuis en mijn donuts zijn aangekomen. Yummy! Het ziet er toch lekker uit, hè? Feestvarken is ook hier. En die met fruit zien er zelfs lekker uit. Maar ik ben wel niet zo voor gebak met fruit. Ik ben sowieso niet echt voor gebak, maar... Niet voor bananentaartjes? Ik toch die. Nee. Aardbei en bananentaartjes, dat zijn mijn favoriete taartjes. Ja, voilà, daar, aardbei. Ja. Banaan zie ik wel niet. Schele kiwi en groene kiwi. Ik wil die toch. Die? Ja. Allee, pak jij die banaan. Ja, ik ga dat op dat bordje leggen. En jij? Die twee. Kies maar. Ja, je moet allebei, hè. Het zijn uw donuts, hè. Deze. Die? Oké. Oké, daar ligt dat ook niet, denk ik. Niels is er klaar voor. Zijn knieën op zoek naar kabels. Zeker, we hebben geen internet. Oeh, we hebben geen internet. Nee, de PlayStation moet een kabel hebben. Maar wat zoek je dan? Een internetkabel? Ja? Dat hebben we niet meer, denk ik. In de schuif daar bij u. Ik heb pas een water mee en dat beneden gevraagd van de zon. Ah, oké. Okay. Maar ze zijn er dus klaar voor. En ik ook. Ik heb een kleedje aan van About You, denk ik. Mijn Nike Air Force Ones. En ik ga vertrekken naar de girls, want wij gaan eten. Maar ik ga voor vanavond niks meer filmen. Dus ik zie jullie... morgen. Hallo, we zijn de volgende dag. En as you can see... Is de kip aangebrand? Ja, aangebrand. Ja. De kip is aangebrand. Ik weet niet hoe het verder gaat. Niels is aan het barbecue. De rest zit daar. We hebben de ramen open. Want it's not a great day. Dat is spijtig genoeg, maar goed, hebben we zoveel schuiframen. Dus we hebben alles kunnen openzetten, de tafels verplaatst naar dichter bij het raam, dat we toch zo buiten zitten. Goed, hè? Mhm. Het is ondertussen 11:50. Ik kijk er mee op. Ik kijk er mee op. Je mag er mee op. Ja, wilt je dat niet? Nee. Ik heb te laat. Te laat. Rode wangen. Te veel gedronken, hè. Thuis niet thuis, hè. Nee, is niet waar, Sava. Het was een heel gezellige avond. Het was koud.
Het was niet koud. Jawel. Ik heb wel kou gehad, maar gelukkig hadden we dekentjes en dikke jassen en truien. Dat was wel goed. Je ziet zo bruin hier op je. Ja. Mij. Ik rood. Ja, ik zie echt bruin. Ja, mij. Schoon. Pakt heel goed beeld, hè. Chic. Dank je. Maar we gaan hier de vlog afsluiten. Het verjaardagsweekend gaat wel nog verder, want morgen namiddag gaan we op weekend voor Niels zijn verjaardag. Ik weet nog niet of ik dan iets ga filmen, ik denk wel iets. Want het is wel leuk. Dus ik ga wel iets, daar zit een beestje. Ja, dat is een beestje. Dus ik ga wel iets filmen. Ja, ik zie het al. Gaan we een muffin hier opzetten? Nee. Jawel, op de kast. Muffin mag niet op de kast. Dat is wel. Nee. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Het is laat. Maar alleszins, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus zeker, thumbs up. Laat een leuke comment na. You guys know the drill. Vergeet niet om te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zien we jullie snel weer. Doei.